Al bijkans 14.500 burgers hebben hun handtekening geplaatst onder de online petitie van John Goedschalk. Goedschalk, econoom en natuuractivist, heeft de petitie vandaag ingediend bij het kabinet van de president. Daarin wordt gevraagd dat de regering, in deze president Santokki, zich gaat inzetten om Suriname de greenest country on earth te houden. Het is een tegenactie op het plan van de regering om 560.000 hectare Surinaams grondgebied te bestemmen voor grootschalige landbouw. Goedschalk noemt het de slechtste stap die gemaakt kan worden. Het is slechts een stap, weet je. Deze overheid kennende verwacht ik niet dat ik morgen een keurige brief krijg waarin staat dat het allemaal terug is gedraaid en stop is gezet. Ik verwacht of ontwijkende antwoorden of vertragingstactieken of gewoon genegeerd te worden. Eerlijk waar, dat is echt wat ik denk dat hier kan gebeuren. Maar dat is prima, dat is ook een signaal, toch? Als de president een petitie van 14.500 mensen naast zich neerlegt en zich niet erom bekommert, nou, laat dat dan de boodschap zijn. Als men ondanks dit toch vindt dat ze door moeten gaan met deze destructieve praktijken, die ook nog eens mensenrechten schenden, laat dat dan ten overstaan van de gehele lokale en wereldbevolking plaatsvinden. Laat duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het inzetten van de vernietiging van ons bos. Goedschalk stelt het staatshoofd van Suriname onder andere de vraag, als de vernietiging van 560.000 hectare bos zijn nalatenschap zal zijn. Behalve dat 8 inheemse en tribale dorpen verloren zullen gaan en tientallen kreken en waterwegen vervuild en vergiftigd zullen worden, zal deze stap ook internationaal impact hebben. Hij verwees naar de woorden van Santokki op de laatst gehouden COP28 in Dubai. Daar verkondigde de president dat hij ervoor zal zorgen dat de biodiversiteit in Suriname wordt beschermd. Kijk naar het Nationaal Ontwikkelingsplan. Daarin staat er toch dat we openbaarheid van bestuur zouden hebben en we zouden democratisch meebeslissen aan het beleid en ga zo maar door. Dus ik hou de president aan de dingen die geschreven zijn in het Nationaal Ontwikkelingsplan. En ik hou hem ook aan zijn eerdere belofte van oprecht bestuur en zorgen voor iedereen. En wat hij in de klimaatconferentie heeft gezegd, pas nog in Dubai. Hij heeft pas nog gezegd, hij gaat er alles aan doen om onze biodiversiteit te beschermen. Nou president, ik hou u eraan. Doet u wat u hebt gezegd, bescherm de biodiversiteit, behoud de bossen, niet voor vandaag, maar voor de toekomst.